je kijkt naar de energietransitie, dan zie je dat er een enorme versnelling is in de groei van zon- en windenergie. Maar er zijn ook heel veel momenten dat die energie niet beschikbaar is, omdat de zon niet schijnt of de wind niet waait. Dan heb je opslag nodig. En autobatterijen vormen een enorme hoeveelheid opslag. Smart Solar Charging is een unieke technologie om autobatterijen slimmer in te zetten voor het hergebruiken en opslaan van duurzame energie. Oftewel, we maken van de elektrische auto een batterij op wielen. Over 10 jaar mogen we geen benzineauto's meer rijden. Dan moeten we elektrisch gaan rijden. En als je elektrisch rijdt en je gebruikt de stroom voor die je opwekt met een kolencentrale, ben je niet duurzaam bezig. Wat het unieke hier is, is dat je ook de energie die overdag wordt opgewekt met zonnepanelen in de auto kan opslaan en 's avonds kan terugleveren. Om te koken of televisie te kijken. Dat gebeurt echt in Nederland nergens anders op deze manier. Maar als je op grote schaal kijkt, dan denk ik dat dit een van de bouwstenen is voor een energiesysteem van de toekomst. We gaan hier uitzoeken in de Living Lab, met levende mensen letterlijk, levende auto's als je wil. Want wat gebeurt er nou echt? Kloppen onze modellen wel? En dat kunnen we daarmee verifiëren. En als het niet klopt, dan kunnen we onze modellen aanpassen met input, gemeten data die we hier verkrijgen. Nou, wij doen dit gebruikersonderzoek en nodigen mensen uit om met ons samen te bekijken wat is nou die soort toekomst of wat gaat er gebeuren. Mensen zijn bezig met hoe kom ik van A naar B. En wat ons opvalt is vooral dat mensen in de verschillende proeftuinen heel anders omgaan met mobiliteit. Nou, hoe kun je nou ervoor zorgen dat ze dat gedrag gaan veranderen? En daar zijn wij heel erg naar op zoek. Ja, het Living Lab hier op het Utrecht Science Park is geslaagd. Als we niet alleen concrete praktijkervaringen opdoen met een gebied zoals deze, een soort bedrijventerrein met ook studentenwoningen. Maar ook als we vanuit de wetenschap concrete onderbouwing hebben dat dit soort systemen gevalideerd zijn. Dat ze werken, dat ze opschaalbaar zijn. En dat ze een aantoonbare bijdrage leveren aan het verduurzamen van het energiesysteem. Nou, we hebben samen met partners in dit project hebben we voor het eerst in de wereld een open standaard, een open protocol gebruikt om deze techniek tussen de deelauto's en de laadpalen voor alle partijen in de auto-industrie toegankelijk te maken. Ja, die samenwerking is superbelangrijk. Als stad kan je dit absoluut niet alleen. En we hebben gewoon een urgent probleem. We moeten in 2050 klimaatneutraal zijn, daar staan wij als stad voor. En de lessen die wij dan hier in het klein leren, kunnen we straks vertalen om in de hele stad toe te passen. En daarmee maken we gewoon die grootschalige transitie ook mogelijk.